Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe video. Het is een video vanuit ons eigen huis. We zijn de laatste tijd best wel veel op pad, maar we zijn toch ook nog een keertje thuis. En het was vandaag ook nog een werkendag. We hebben vandaag gewerkt bij ons koffie en ons theeisje. Het was vandaag zo gezellig druk. Jeno heeft vandaag ook nog eens een kinderfeestje gedaan. Dat was ook heel erg tof. Ik heb ook al heel veel was gedaan. Hier achter me hangt er ook nog een deel te drogen. Want ons wasrek puilde gewoon uit. En dacht, ja, het moet toch echt eens ook nog wel gewassen worden en gedroogd worden. Dus dacht ik dan hier ook nog maar een paar dingetjes. Dus we hebben vandaag al wel ons werk gehad. Maar het is toch ook wel weer fijn om terug opnieuw thuis te zijn. En ook gewoon, ja, gewoon fijn. Ja, ik ben heel erg graag op pad, maar ik ben ook wel heel erg graag thuis. Dus ja, maar ja, we zijn ook heel veel weg. En vandaag is de mama van Jeno hier op bezoek. Hallo. Voor op onze Jules te passen, hè. Hallo. Ja, kijk. En samen een boterham kunnen eten. Ja. Jules kunnen ook. Ja. En Mickey hangt er ook bij, zie ik. Ja. Heb je die meegenomen? Ja. Heeft die trouwens eigenlijk vast. Dus kijk. Hé, je hebt Mickey vast, hè? Ja, hè? Ja. En een lekker boterhammetje eten, hè? Een korstje, hè? Dan kan hij al helemaal alleen. Kijk eens hier hoe groot je al bent. Is het lekker? Is het lekker? Lekker, Julke. Ik denk het wel. Hij is er helemaal gewoon sprakeloos van geworden, zegt. Hè? Kijk. Ja. Schattigaard. De zaak is gesloten. Het was een leuke werkdag. En ik vind dat onze bloemen zo mooi staan. Dat was vorige week nog niet. We hebben zo'n struik met hele mooie witte bloemen. En die zijn nu toch zo mooi in bloei. We hebben er wel maar een paar dagen eigenlijk profijt van. Daarna zijn die weer helemaal uitgebloeid. Maar als deze open gaan, dan weten we, ja, het is weer volop lente aan het worden. Hey, het is wel lente, maar dat lenteweer, dat komt weer in gang. En dat is, ja, dat is toch altijd iets wat een mens vrolijk maakt. En mij toch in ieder geval, mij altijd blij maakt. We voelen dat ook aan onze klanten. Bij onze koffie- en theehuisje, die lopen weer allemaal een tikkeltje vrolijker. En al helemaal door die coronasituatie. Het lijkt wel alsof daar niet meer over gesproken wordt. Ondanks eigenlijk zo wat de negatieve berichten die je weer hier en daar hoort. Van dat er weer heel wat besmettingen zijn en dergelijke. Ja, eerlijk gezegd, ik wil er allemaal niet te veel meer van horen. Voor mij is corona nu echt al over en uit. En al die maatregelen die erbij komen, alsjeblieft laat ze niet terugkomen. Want eigenlijk heeft niemand daar zin in. Ze zijn misschien dan wel nodig of zo, maar ik hoop dat ze daar toch heel goed over nadenken. Want ik weet niet of we dat nog eens aan kunnen, zo nog eens beperkt worden. En nu kunnen we daar zo over doen van, allee, het is maar een mondmasker, het is maar dat. Maar nu zo weer een tijdje kunnen leven zonder die mondmasker en dat zo allemaal begint vergeten te worden. Geef eerlijk toe, doet toch wel weer deugd. Hè. We zullen wel zien waar het schip zal stranden. In ieder geval, alles is afgesloten hier bij ons koffie- en theehuisje, weer klaar voor morgen. Krijgen af en toe ook wel eens kijkers over de vloer of mensen die ons volgen via Instagram of TikTok. Je mag altijd langskomen. Ons koffie- en theehuisje ligt in het centrum van de Kempen, ook in het centrum van Lille. Dus eigenlijk zitten we echt in de kern van de Kempen. Koffie- en theehuisje Geotie kan je vinden als je zoekt naar Lille. In België, niet in Frankrijk. En dan vind je het vast wel. We zijn open van vrijdag tot zondag. En stuur ons gerust een e-mail of een berichtje via Facebook of Messenger of via Instagram. En vraag ons of we voor jou een tafeltje vrij hebben. Of vraag eens of dat we zeker open zijn die dag. En dan antwoorden we met veel plezier. En ontvangen we jou ook met veel plezier. Wat vandaag extra veel genomen werd, waren de smoothies trouwens. Ja, dat maken wij met fruit en met een geheim ingrediënt wat mensen nog steeds proberen te achterhalen. Dat is eigenlijk gewoon iets wat het drinkbaar maakt. Dus dat je, als je enkel dat fruit zou mixen, dan krijg je een soort van pap. Dan heb je ook al een smoothie, maar dan zou je dat met een lepeltje moeten eten. Wij voegen er een geheim ingrediënt aan toe, waardoor dat je het kan opdrinken. En dat het dus wat lopender is. Maar nog altijd de smaak heel erg tot zijn goede komt en van daar. Dus, maar we willen niet zeggen wat het is, dus mensen proberen wat te raden. Maar nog niemand heeft het ooit geraden.
Dus misschien een uitdaging voor jou als je bij ons komt. Probeer eens een smoothie en probeer te achterhalen wat het geheim ingrediënt is. Onze Mickey met onze Jules. Heb je hem goed vast, jongen? Ja. Hè? Laat hem niet meer los, hoor. Nee? Wil je ermee spelen? Met Mickey Mouse. Zo. Ga je een beetje mee spelen? Joehoe. Hallo. Hallo. Je bent een beetje moe, hè, Jules? Flinke Jules. Ik ben weer helemaal in Disney-stemming. Ja, ik wou net eigenlijk hetzelfde zeggen. Ik heb net even teruggekeken naar de vlog van Disney, van ons in Disney. En dat is echt, ja, als je hem nog niet gezien hebt, je moet toch eens naar kijken. Check hem. Ik vind dat ik best eerlijk ben geweest en kritisch. Ja, enorm kritisch. Nou, niet enorm, maar toch kritisch. Gewoon, ja. Ik heb zaken verteld over Disney, ja. Ja, dat zo echt mijn mening is. Dat ik zo zeg van, ja, het is niet allemaal happy-happy. Nee. Af en toe zit er ook een keer iets in van, ja, ik begrijp. Een beetje op mijn kritische blik. Maar het was wel een hele fijne dag. Echt, ja. Wat echt gewoon een maagzaag. Ook heel dat fijn. Zijn zo van die dagen, je kan daar dan ook daarna nog weken op teren. Snap je? Hey, kijk, gelijk nu ook, we denken daar weer even terug aan. En voilà, instant weer happy. Ja. Ja, vandaag trouwens ook al meerdere keren eraan ook al moeten denken. Toen ook onze Jules ook nog met zijn Mickey Mouse ballon aan het spelen was, moest ik er ook weer aan terugdenken. Want het was gewoon heel fijn. Ook gewoon de allereerste keer voor Jules in een attractie. Dat was gewoon fijn. Maar ja. 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 Ik heb er wel heel erg van genoten toen. Dat was een hele leuke dag. En vandaag was het ook wel eigenlijk een leuke dag. Een werkendag. Een werkendag, maar wel een leuke dag. Ja. Ik heb er ook wel van genoten. Ook fijn dat het zo ook eigenlijk mama op bezoek kwam. En het is ook gewoon leuk om te zien hoe grote evolutiestappen onze Jules eigenlijk maakt tegenwoordig. Hij kan al prima gewoon recht zitten. Hij begint meer en meer beter eigenlijk te kruipen. Hij eet graag brood. Hij zegt trouwens ook mama sinds gisteren, weer gisteren. Ja, als hij weent. Als hij weent, dan zegt hij mama, mama. Ja, maar niet helemaal, niet zo duidelijk als jij het zegt. Dus nee, het lijkt toch wel. Zit erin. Ja. Maar het moet er nog wat meer uitkomen. Ja. Wat ik hoor, maar het is momenteel buiten iemand. Ja. Ja, we gaan hier al onze video afsluiten. Wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe video. Tot morgen.